Het binnenland moet qua transport naar de rest van de gebieden in Suriname beter worden ontsloten, zegt minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Daarnaast zal ook op het gebied van toerisme worden gekeken hoe de sector naar een hoger niveau kan worden getild. De vliegvelden moeten gerehabiliteerd worden. De stationhuizen of kantoren moeten ook weer opgeknapt worden. En dan zijn er ook mensen die daar weer getraind moeten worden. Het is al die jaren, we hebben achterstand in het binnenland op dit gebied. En ja, ik, ook mijn hart bloedt wanneer ik zaken daar heb aangetroffen tijdens mijn werkbezoek. Dat stationchefs moeten bedelen om contact te kunnen maken met Paramaribo. Met bedelen in die zin van de randvoorwaarden zijn er niet. Ja, dus we moeten dat allemaal verder tot stand gaan brengen, die communicatie. En op het gebied van toerisme, ook daar moeten wij. En ik wil vandaag ook zeker van deze plek uit een statement maken. We zeggen veelal dat Suriname het kleinste land is in Zuid-Amerika. Andere landen moeten juist een voorbeeld nemen aan Suriname, hoe wij omgaan met onze natuur, meent Jubitana. En daar moet onze toerisme sector uiteindelijk munt uitslaan. Dat is wat wij op het gebied van toerisme en transport nu het beleid aan het herformuleren zijn. Het is niet makkelijk, het is niet een beleid dat je over één nacht eist, zeg maar morgen werd een nieuw beleid komen. Je hebt draagvlak nodig. Maar het eist van ons dat we anders gaan kijken naar onszelf. Dat we onze natuur, onze natuurlijke hulpbronnen ook anders gaan inzetten. Zodat de gemeenschap, elke Surinamer, optimaal van mag gaan profiteren. Zodat de kwaliteit van het leven ook beter wordt. Op het gebied van luchtvaart hebben wij, heeft een klein team van TCT 6 tot 7 dagen hard geknokt in Colombia om de basis te leggen voor zeker 10 luchtvaartovereenkomsten. En ik noem het niet om indruk te maken. Het is een basis die gelegd is omdat we veelal praten over Suriname ontsluiten. Als ministerie wordt er ook hard gewerkt Suriname beter te ontsluiten met de overige Zuid-Amerikaanse landen. Het uitvoeren van rechtstreekse vluchten is daarbij een van de prioriteiten.